Heren, goedenavond. Ik wil bij deze de redactievergadering van het jubileumboek graag openen. Ik heet u allen van harte welkom. We hebben weer een forse agenda. Er is ook de laatste weken weer behoorlijk wat werk verricht door de heren. Ik wil graag om te beginnen even Johan verder het woord geven. Om te kijken hoe de stand van zaken is ten aanzien van de activiteiten en wat er moet gaan gebeuren. Ja, heren, ook wat mij betreft welkom. Dit is de vierde bijeenkomst. De bedoeling van vanavond is om te evalueren wat klaar is en datgene wat nog open staat aan onderwerpen. Enkele van ons hebben al wat bijdragen bijna klaar. Al met al denk ik dat 60% ongeveer klaar is. Dus resteert nog 40%. We hadden afgesproken dat de deadline 31 maart zou zijn. Dat is helaas niet gelukt. Maar goed, laten we er dan een goede eindsprut in zetten en zorgen dat met 2 weken de boel klaar is. Wat er allemaal gedaan moet worden. Laten we beginnen bij pagina 1. Het voorfront is akkoord. Ja, dat hebben we vorige keer gezien. Hè? Ja, met ja. En de Arjen Heijden, was die nog niet van? Nee, die kreeg van de week van Bram. Okay. En controle Jan Koelwijn, die zou je ook doen, Bram, hè? Dat klopt toch, hè? Die komt er zo vreemden. Dat wordt een kracht. Naast mij Jan de Rijk, jarenlang trainer van IJsselmeerwolves. We staan hier op de overdekte staantribune, waarvan hij een van de initiatiefnemers was om deze tribune te bouwen. Met Jan de Rijk een terugblik op 60 jaar IJsselmeerwolves. Jan, allereerst iets op de Wijkkamp. Jij bent daar van begin af bij geweest, kan ik wel stellen. Ja. Kun je daar een paar leuke momenten memoreren? Nou, de eerste momenten die waren een klein beetje, naar. Een van de eerste weken dat ik aan het trainen was, toen had ik eerst die kleine jongens gehad, de kleine mannen, en toen kwamen we dan de grote. En in die periode, dat ik op een gegeven moment ging verfrissen, toen waren de jongens weer even aan het doel schieten. En op een gegeven moment is er een van de supporters die ook op het veld liep en een paar keer de bal voor onze oude middenvoor, Jan van Peet, wegtrapte. Waarop de derde keer dat het gebeurde, ging Jan naar hem toe en die gaf hem alleen maar met die sterke armen en handen van hem een dreun voor zijn hoofd. En de jongen die moest weggebracht worden met een hersenschudding. Hoeveel kampioenschappen heb je meegemaakt, de Rijk? 12. En 4 keer kampioen van Nederland. En 2 keer de KNVB-beker hebben we gewonnen. En 1 keer, toen ik nog even terug ben geweest in 80 of 81, de beker van de KNVB West 1. Okay. Hoe reageerde je omgeving op je overgang naar het betaalde voetbal, naar AZ dus? De omgeving die was er vrij positief over, omdat ik dus toch niet op zondag speelde. Was iedereen er wel content mee, omdat het toch wel eens een Spakenburger zover kwam. En ik had dus jaren bij IJsselmeerwolves gespeeld en op een gegeven moment zat je toch wel aan de top hier. En dat was toch wel een uitdaging voor mij om eens een keer te gaan proberen om bij een andere club eens wat te laten zien. Ik heb gespeeld en ik heb, Ipswich staan. En je hebt Amsterdam toernooi meegemaakt en nu en KNVB bekerfinales. En ik bedoel, je hebt natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Alle vogels niet bezig met het boek. 60 jaar IJsselmeervogels. Een enorme opgave, want het moeilijke is dat er geen enkel natuurlijk boek van zeg maar tot 1970 bewaard gebleven is. En de enige manier om dan achter de feiten en de gegevens te komen is in oude kranten te duiken, oude jaargangen door te spitten. En dan heb ik het geluk dat ik alle bunschotterboden van voor de oorlog tot ver na de oorlog ingebonden in mijn bezit heb.
En die heb ik enorm veel geraadpleegd. In de Bunschoter Bode van donderdag 16 juni draag ik voor de eerste keer de naam NAS op. Dan wordt de wedstrijd aangekondigd SDO, ook een club uit Spakenburg, tegen NAS uit Spakenburg. De entree was 10 cent. En zo in die trant gaat het jarenlang door. Elke week wordt er een vriendschappelijke wedstrijd aangekondigd. De volgende week weer een uitslag hoor je bijna nooit, tenzij er een toernooi is. Totdat enkele jaren later, 1936-37, in de Bunschotterbode een wekelijkse sportrubriek geschreven wordt, waarin de verrichting van IJsselmeervogels en de toenmalige stormvogels elke week vermeld worden. En vanaf dat moment wordt het makkelijker om wat meer gegevens te vermelden. Maar die eerste jaren waren enorm moeilijk. Tweede informatiebron is de Gooi Nederlander. Vanaf 1956 ben ik meer dan 20 jaar onafgebroken correspondent van de Gooi Nederlander geweest. En dat hield in elke week een wedstrijdverslag van zowel Spakenburg als IJsselmeervogels. Ik heb ook de meeste dingen, vooral uit die beginjaren, bewaard, al die verslagen. En daar haal ik soms leuke dingen uit. Zoals hier staat een verslag van IJsselmeervogels, hier een verslag van IJsselmeervogels. En dat gaat zo jaren door. Zeker niet de verwaarloze bron is oud-trainer Jan de Rijk. Meer dan 25 jaar trainer van IJsselmeervogels geweest. En Jan had de goede gewoonte om met een succesjaar, en die waren er nog alles, een soort collage samen te stellen van alles wat in dat jaar gebeurd was. Met krantenknipsels uit Gooi Nederlander, Amersfoortse Krant enzovoorts. En dat gaf dan een keurig overzicht hoe IJsselmeervogels in het jaar gereild en gezeild had. En daar heb ik ook verschillende dingen van Jan de Rijk gehad om hierin mee te nemen. Dat is het hele overzicht, hè, wat er allemaal in bewerking is. En jij dan slechts aangeeft wat er allemaal klaar is, dan krijgen we een beetje een systeem wat er dus nog wel of niet gebeuren moet. Ja, dus hier zijn al, Die krijg ik van Jan Aanbeek. Ja, dat heb ik gelezen. Dat zijn die van de Business Club. Van de Business Club en van Peter en Jan. Nou, dan krijgen we de inhoudsopgave, dat kunnen we pas doen als alles is gepagineerd, zeg maar, hè. Ja, maar dan worden, nadat alles klaar is, dan worden de pagina's, ja, nummers, ja, ingevuld, ja, hè, ja, de volgorde, zeg maar, hè. Ja, perfect. Onderschrift heb je erbij? Het onderschrift bij de foto heb ik dus ook, ja, dus de IJsselmeervogels Sportploeg van het jaar 1975, voorstrijd, foto 1, staat achterop ook. Ja, perfect. Dus de eigenaar van de foto. Nou, dan kunnen we dat onderdeel ook afhandelen. Ik had verder op de schouder Jeroen Peters, dat is Ronald Nieuwland, oh ja. Henkie Potje. Potje nog, ja. En diverse supporters. Ja, ja. Eén van Boetje. Misschien als ze vertrekken. Hoi, 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 hoi. Alle vogels vliegen! Hoi, hoi, hoi. Speelt IJsselmeervogels anno 1992 op het fraaie sportpark De Westmaat, dat was 60 jaar geleden geheel anders. In de eerste jaren na de oprichting werd een stuk grond achter de nieuwe schans gehuurd van Bord Koelewijn. Dat is op de locatie waar we ons nu bevinden en waar de palingrokkerij van Koelewijn Jacob van Jan is gevestigd. Hier werden de eerste wedstrijden gespeeld, op een terrein dat absoluut niet met de huidige speelvelden vergeleken kan worden. Vaak hobbelig en van een goede drainering was geen sprake. Ook was er geen afscheiding van de omliggende terreinen. Om te voorkomen dat kijkers zonder betaling vanaf een in de buurt gelegen weiland de wedstrijden konden volgen, werden voor iedere ontmoeting rietmatten geplaatst. Niemand toonde zich beroerd om daarbij een handje te helpen, zelfs de spelers niet. We zien het anno 1992 al gebeuren, dat bijvoorbeeld Rut van de Groep op een zaterdagmorgen lijnen trekt of molshopen met de grond gelijk maakt. Hoe dan ook, op deze locatie speelde IJsselmeervogels tot 1937.
Toen verhuisde men naar het veld aan de Wijkamp. De grond was eigendom van de gemeente. Met vereende krachten werd het zo ver opgeknapt dat erop gespeeld kon worden. Een houten keetje diende als kleedkamer. Dat bouwsel verdween tijdens de oorlog en vrij spoedig na de bevrijding werd er een comité in het leven geroepen met als doel voor een nieuw onderkomen te zorgen. Men ging voortvarend aan het werk en in 1946 kon het nieuwe onderkomen geopend worden met een wedstrijd tegen Wageningen die met 6-4 verloren werd. De vreugde over het nieuwe bezit dreigde echter van korte duur te zijn. Verschillende particulieren hadden maar wat graag een stuk van het terrein in bezit. En al tijdens de oorlog had de toenmalige burgemeester die grond verkocht. In 1947 dreigde men het veld kwijt te raken. Een grootscheepse actie was het gevolg. Leden en supporters slaagden erin de pachters van hun plannen af te brengen. En een actie onder de burgerij leverde niet minder dan 1200 handtekeningen op voor het behoud van het speelveld. De raad hield rekening met de wensen van de burgerij en de gehele zaak werd in de doofpot gestopt. Inmiddels bleek het terrein niet te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld werden. En de gemeente had, zij het niet overtuigend, plannen om elders sportvelden aan te leggen. Die voornemens konden niet uitgevoerd worden, zodat het bestuur van IJsselmeervogels besloot om zelf het terrein te verbeteren. In 1948 werd daarmee begonnen. Een noodzakelijke ophoging kostte 10.000 gulden, terwijl een nieuwe kleedkamer nog eens duizenden guldens extra vroeg. Een behoorlijke uitgave voor die tijd, maar met gepaste trots kon 3 jaar later vermeld worden dat de gehele schuld weggewerkt was. Talloos waren de inspanningen die men zich getroostte om het veld bespeelbaar te houden. Enkel en alleen door de grote zelfwerkzaamheid gelukte dat allemaal, hoewel de bestuurders uit die tijd zich wel eens afgevraagd hebben hoe alles op een verantwoorde wijze tot een goed einde gebracht kon worden. Maar de spelers vierden op het oude knussenveld hun grote triomfen en zowel het bestuur van IJsselmeervogels als de talrijke en vaak stille werkers hielden met hun inspanningen daarmee gelijke tred. Intussen braken de jaren 60 aan. Eind 1969 kon Sportpark de Westmaat gerealiseerd worden. Een sportpark met een overdekte zit- en staantribune. Een lichtinstallatie. Kantine en zelfs een sporthal. De jongens lachten er maar om. Zelfwerkzaamheid heeft bij IJsselmeervogels altijd hoog in het vaandel gestaan. Wie thans bij het 60-jarig jubileum eens bekijkt wat er allemaal gerealiseerd is, kan niet anders dan bewondering hebben voor de schitterende accommodatie op de Westmaat. Verbazingwekkend. De bewondering wordt alleen nog maar groter wanneer men bedenkt dat het alles tot stand gekomen is dankzij de inzet van honderden enthousiaste supporters voor wie geen moeite te veel was wanneer de club om een medewerking vroeg. Mogen dat zo blijven? We bevinden ons hier bij drukkerij De Buntschoter aan de Celsiusweg. Hier wordt het jubileumboek IJsselmeervogels 60 jaar gezet en gedrukt. De pagina opmaakt gebeurt op een Macintosh waar tevens de foto's worden ingescand.
Het is vooral Caroline Nel die zich hiermee bezighoudt. We zien haar hier achter de Macintosh, waar ze, nadat de tekst van een van de schrijvers van het boek via een floppy is ingebracht, de laatste hand wordt gelegd aan het desbetreffende item. Een nauwkeurig werk, maar Caroline Nel heeft ervaring op dit gebied. De laatste hand is gelegd aan alle artikelen, wordt uiteindelijk het boek gepagineerd en worden 16 pagina's op een vel gezet, waarna deze gedrukt worden. Het drukken van de paginavellen gebeurt op deze Heidelberger offsetpers. Dit zal omstreeks half juli plaatsvinden, waarna de vellen naar de boekbinder gaan, die tenslotte het boek ingenaaid en gebonden aflevert. In totaal worden er 1000 exemplaren gedrukt die omstreeks medio augustus klaar moeten zijn. Reserveer voor dit prachtige boek een plaatsje in uw boekenkast en alvast veel leesplezier toegewenst. Per slot van rekening gaat het om een boek van ongeveer 300 pagina's waaraan alleen al aan schrijversuren, correctie, layout en indeling ruim 1200 uren zitten. Dames en heren, de bedoeling van dit filmpje was om u een indruk te geven hoe het jubileumboek tot stand gekomen is. Zoals u gezien hebt, hebben een aantal actieve mensen hier vele uren aan besteed, met als resultaat dit prachtige boekwerk, waarin 60 jaar geschiedenis IJsselmeervogels compleet in staat vermeld. Het is jammer dat u het boek nog niet mee kunt nemen, maar zoals u weet wil de commissie het boek graag compleet afronden, zodat wij op exact 60 jaar geschiedenis IJsselmeervogels kunnen terechtkomen. Begin augustus zal het boek gereed zijn en TZT hoort u wel op welke wijze u dit boek kunt ontvangen. Aan de voorzitter van onze vereniging, Karel Huigen, wil ik gaarne bij deze het eerste boek overhandigen en hoop dat het boek u, alle leden en belangstellenden, veel leesplezier zal verschaffen en het de komende jaren een pronkstuk zal zijn in ieders boekenkast.